Goedemorgen, Els van Grol van Rijkswaterstaat. Mooi dat hier zoveel partijen bij aanwezig zijn. Kunt u daar misschien iets over vertellen, over die samenwerking? Jazeker, dat wil ik graag doen. We zijn hier vandaag bij het inschuiven van het spoorviaduct bij het project van Harlingen. Het aanleggen van de traverse Harlingen. En wat heel bijzonder is, is dat project doen we samen met de provincie en met de gemeente Harlingen en Rijkswaterstaat. Maar vandaag zie je dat ook ProRail onderdeel is van het werk. En doordat we dat onderdeel hebben gemaakt van het werk, kun je het eigenlijk heel efficiënt doen. En zorg je dat dat allemaal door dezelfde aannemer gebeurt, waardoor je werkzaamheden beter op elkaar kunt afstemmen. En gewoon kunt borgen dat het veilig en snel gebeurt. We staan hier bij dit deel dat geplaatst wordt. En dat ziet er ook bijzonder uit. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, het ziet er inderdaad heel erg mooi uit. Als je kijkt naar die wand van het spoorwegviaduct, dan zie je eigenlijk dat het een basaltachtige structuur is. En daar is heel bewust voor gekozen door het kwaliteitsteam. Want rondom dit hele gebeuren is er naast een technisch team ook een kwaliteitsteam aan de gang. Om te kijken van ja, hoe kunnen we de aquaducten, hoe kunnen we straks die verdiepte wanden zo mooi mogelijk vormgeven. Nou, dit is eigenlijk een beetje de huisstijl. Hè, wat je daar ziet, dat basalt van alle viaducten die we gaan maken. En nou, ik vind dat het bijzonder mooi uitkomt. Past ook bij de stad. Hè? We hebben de keermuren in Harlingen met basalt. Het is een beetje dezelfde stijl. Hè? Dat is echt heel mooi. En nou ja, zover is het nog niet. Maar de verdiepte wanden die worden uitgevoerd in een gele, zandkleurige structuur. Ook een beetje de structuur van zand, van wat en zo. En ja, zo krijg je dus een verdiepte weg met zijn viaducten die heel goed passen bij de stad Harlingen. Hè? Past heel goed bij de zee. Nou, dat vind ik wel bijzonder. Het is prachtig. Ja, fijn dat de gemeente daar ook rekening mee houdt, want het oog wil ook wat. Nou ja, het wordt inderdaad een heel mooi staaltje, want dit viaduct, dat zie je nog niet, maar dat komt ook te liggen in een flauwe bocht. Je kunt het al een klein beetje zien. En dat ding heeft een vrije overspanning van 60 meter of zo, dacht ik. Dus zonder tussensteunpunten in die flauwe bocht, met dat prachtige aanzicht. Ja, ik denk dat straks echt over een jaartje, dan denk ik dat je niet weet wat je ziet. Het wordt gewoon heel erg mooi allemaal. Super. Een technisch hoogstandje wat hier gebeurt vandaag. Kun je misschien uitleggen wat er precies gebeurt? Ja, het is inderdaad een technisch hoogstandje waar we mee bezig zijn. En op dit moment zijn we bezig om een 3000 ton zwaar spoorviaduct op de plaats van bestemming te krijgen. En dat is een hele operatie. Dus we zijn bezig om het spoorviaduct, waar ondertussen de ballast van het spoor al in ligt, naar de goede plek te schuiven over grote stalen balken. Dus hij wordt gedrukt met hydraulische vijzels. En dat zijn eigenlijk enorme operaties om met elkaar te doen. En het gaat gestaag, maar het gaat wel zoals het hoort te gaan op het moment. En zoals het nu lijkt, gaat het dan volgens plan? Op dit moment gaat het zoals het weer is. Dus we hebben er een zonnetje bij en dat is altijd prettig. We lopen op dit moment volgens plan. De werkzaamheden gaan voorspoedig. Dus wat ons betreft moet het vooral zo door blijven gaan. Het weer zo blijven. En met elkaar enthousiast naar dat eindmoment toe werken. Wanneer zal het ongeveer klaar zijn? Nou, de werkzaamheden die wij hier aan het doen zijn, die zullen ongeveer dinsdagnacht klaar zijn. Maar dan is nog niet al het werk klaar. Dan gaan er nog een aantal zaken op andere plekken aan het spoor ook door. Dus dat betekent dat woensdagochtend vroeg de treinen weer rijden en iedereen er weer gebruik van kan maken. Maar wij hopen toch echt dat wij binnen een afzienbare tijd het spoorviaduct op de plek hebben liggen. En dat we daarna de boel afbouwen en dinsdag klaar zijn. Wat is het project de N31 voor Ballast-Nedam? Voor Ballast-Nedam is dit een heel groot en belangrijk project. Ballast-Nedam voert projecten uit in heel Nederland en ook buiten Nederland. De hele grote projecten doen wij vaak samen in een combinatie met andere hoofdaannemers. Dit project voeren wij volkomen zelfstandig uit. En daarmee is dit voor ons een groot project. Mooi. Ja. Mooi ook dat deze informatie er allemaal is. Dat het publiek goed geïnformeerd wordt over wat er allemaal gebeurt. Doen jullie dat altijd zo met projecten? Ja, wij zien dat het informeren van de omgeving ontzettend belangrijk is. En daar besteden wij ontzettend veel aandacht aan. Het is, wij noemen dat ook omgevingsmanagement. We zorgen ervoor dat de omgeving weet waar ze aan toe zijn. Weet wat er gaat gebeuren. Dat is voor ons belangrijk en ook voor de mensen die hier in de omgeving wonen erg belangrijk. Voor ons is dit even een spectaculair moment. Maar hoe staan jullie als Ballast-Nedam tegenover dit stukje van het project?
Nou, voor ons is dit ook een spectaculair moment. Wij hebben lang toegewerkt naar dit moment. En dit is echt een mijlpaal in het project. Het inschuiven van de spoortrog, ja, dat kan dus maar alleen in dit weekend. Dus we moeten in de voorbereiding ervoor zorgen dat het in één keer goed gaat. En als dat dan gelukt is, ja, dan kunnen wij verder naar de volgende fase van dit project. En hoe lijkt het? Loopt het allemaal volgens plan? Het loopt allemaal volgens plan, dus daar zijn we erg blij mee. Het weer helpt op dit moment ook een beetje mee, dus op dit moment zijn we erg tevreden. Deze overspanning, dat is toch wel een hele bijzondere, denk ik. Of hebben jullie vaker van dit soort grote overspanningen? Nee, deze is heel groot, hè. Het is 3000 ton beton wat hier ingeschoven wordt. En ja, nu kunnen wij zijn besteld om te zorgen dat treinen kunnen rijden. En nu kunnen ze niet rijden, dus dat moet zo snel mogelijk. Dus dit weekend moet het er weer inleggen dat de treinen weer kunnen rijden. En liggen ze er alleen uit voor dit stukje of zijn er tegelijkertijd ook nog andere dingen die gebeuren? Ja, we hebben het hele baanvak tussen Leeuwarden en Harlingen eruit liggen. We doen een aantal dingen. We zijn twee stations, Franeker en Drondrijp, zijn we de perrons aan het langer maken, dat er langere treinen kunnen stoppen. En daarnaast wordt over het hele traject komt er een nieuw beveiligingssysteem. En dat nieuwe beveiligingssysteem dat zorgt ervoor dat we beter kunnen zien exact waar treinen zijn. Het systeem wat er nu is, daar heb je vrij grote blokken van kilometers waar treinen zijn. Het nieuwe systeem weten we het exact. En het grote voordeel is dat als je verstoringen hebt, kun je heel precies zeggen waar een trein is en kun je veel nauwkeuriger bijsturen. Dus daardoor krijgen mensen minder vertragingen. Ik zie daar van alles in liggen. Waarom is hij nou eigenlijk nog zwaarder gemaakt dan hij al is? Ja, dat is de ballast die erin ligt. Daar komen de rails in te liggen. Dit hele blok is voorbespannen beton. Er zit heel veel kracht op. En doordat je het ballast al instort, is hij eigenlijk sterker. Zeker nu je hem beweegt en nu je hem over de grond heen verschuift. Met de ballast erin is hij veel sterker dan zonder. Vandaar dat het tijdens de schuiven erin moet liggen.